Mijn naam is Machteld, ik ben logopedist. Ik ben Ans. En ik ben Margaret, ik ben voedingsconsulent. Margaret en ik zijn verbonden als deskundige bij de Hoofd-Hals-Patiëntenvereniging, bij het voedingsplatform, als eten even moeilijk is. En vanuit dat project zijn we de Hoofd-Halskeuken begonnen. Vandaag gaan we dus ook koken en hebben we ervaringsdeskundige Ans. En die gaat samen met ons in het thema verjaardag meekoken. Dus welkom bij de Hoofd-Halskeuken. We gaan een citroentaartje maken en het citroentaartje, dat wordt een zacht taartje, zodat die goed te eten is voor mensen met slik- en kauwproblemen. Ingrediënten zijn lange vingers, slagroom, het is Griekse yoghurt waarvan we hangop hebben gemaakt, lemon curd, bonchou, citroensap, een beetje bastardsuiker en een beetje citroenrasp. Ik heb lange vingers, die mogen op de bodem. Misschien wil jij dat even doen? Ja, dat ga ik doen. Lange vingers zijn eigenlijk heel hard, Ans. Gaat dat wel goed? Lange vingers zijn inderdaad hard, maar door allerlei ingrediënten worden ze zacht en dan kun je ze makkelijker slikken en dan geeft het ook geen pijn in de mond. Ik ben bestraald aan mijn hals. Daar zijn een aantal klieren weggehaald. Het bleek een uitzaaiing te zijn van een tumor die ik eerder aan de tong had. Die is weggehaald. En vandaar de bestraling als nabehandeling. En de bestraling heeft ervoor gezorgd dat toch een aantal speekselklieren niet meer werken. Waardoor ik snel een droge mond en een droge hals heb. Mag er nog een beetje lemon curd overheen, okay. Op het hele geheel? Zal ik het vast hier in een bak doen? Ja. Dat mag. Gaat dat goed? Dan klop ik even de manchou los. Nou, de hangop doe ik in een bak. De hangop en de manchou slagroom hebben we gemixt met de citroenrasp en een beetje citroensap. En daar maken we nu even een mooi gelijkwaardig taartje van. Dan gaat er nog een beetje lemon curd als tweede laagje overheen. Volgens mij is die klaar. Nou, hij gaat lekker. Hij ziet er al lekker uit, Margaret. Hij moet nog even, inderdaad, er moeten nog een beetje kaarsjes op. Ja, het is al heel gezellig. Ja, lange vingers. Nou, wat vind je er zo van? Prachtig. Heel mooi. Mooi gelukt. Zo. Nou, top. Ja. Leuk. Gelukt. We gaan omeletrolletjes maken voor de verjaardag. Een omeletrolletje is volgens mij lekker zacht. Ja. Dus heel goed te eten. Ja. Dat gaan we doen met eieren. Met een beetje koffiemelk. De eieren gaan we klutsen. Beetje laag vuurtje. Zodat de omelet goed kan stollen. We gaan de omelet vullen met kruidenroomkaas, rucola sla en een plakje ham. En dan rollen we hem eigenlijk heel mooi op. Ja, die snijden we zo in stukjes. Kijk, ja, mooi makkelijk. Ziet er heerlijk uit. Een tronkje witlof voor de leuke versiering. En ja. Het hapje is mooi. Is klaar. Ja, ziet er feestelijk en smaakvol uit. Leuk, perfect. Ja. Stel nou dat dit toch te moeilijk is, hè, omdat het te compact is. Want het is zacht, maar toch moeilijk te slikken voor sommige mensen. Dan kan je het ook pureren. De volgende zijn de zalmrolletjes. Daar gaan wij plakjes van maken. Nou, anders, wat mij betreft mag je er zalm voor de helft zalm. Oké, zo'n reepje. Ja,
Ja, en zoals jullie zien gebruik ik een kaasschaap. Dat werkt echt het allermakkelijkst en snelst om die komkommer in mooie dunne plakken te... Kijk, en deze kan je lekker helemaal oprollen. We hebben straks gewoon een mooie borrelplank met allemaal verschillende dingen. Mooie... Huppatee. Nou, kijk aan. Leuk. Die kunnen we nog bij jou. Dan krijg je allerlei hoekjes op de plank met lekkere dingetjes. Met lekkere, lekkere dingetjes. Ja. Nou, leuk. Ja. Mooi. We hebben nog meer. Ja, we hebben nog meer. Aha. We gaan eitjes maken. Ja. Ja. Kaas of kaas? Mocht er een boer in de buurt zijn, zou ik zeggen, haal ze lekker bij de buurman. Ja. De eitjes, dan moeten we gaan met de dooier, gaan we met de eieren wat mee doen. Wij gaan de dooiers uithalen. Dan gaan we dat met boter toevoegen en ansjovis. Oké. Okay. Ja. En dan mag jij mixen. Dan gaan we mixen tot een moesje. Ja, dit is helemaal mooi. De ansjovis zit er goed door. Ik probeer nu het romige mengsel van ansjovisboter gaan we in de spuitzak doen. En dan kunnen we de eitjes zometeen opspuiten. Ook dit kun je natuurlijk op meerdere manieren presenteren. Wij kiezen er voor om dan met een klein draadje witlof te doen. Ja, en een beetje een kleine rucola. Je zou het ook met een rode ui kunnen doen of met een paprikaatje. Dat is ook goed te doen. Een bootje. Een bootje. Maar het bootje moet even... Ja. Dat mag net. Ja. Kan op de borrelplank. Kan op de borrelplank. Ja. Ook leuk om met kleinkinderen te maken dit. Ja, dat is ook leuk. Een idee. Leuk, ja, ik heb drie kleinkinderen. Ja. En ze vinden het hartstikke leuk om een beetje bezig te zijn in de keuken. En vooral met bakken en lekker een beetje knoeien. Als eitjes in deze vorm toch te lastig zijn, dan kunnen we er ook een moes van maken. Dat gaan we even doen. Oké. Okay. Nou, eigenlijk heel simpel. We gooien het gewoon even in de maatbeker. En dan doen we een beetje van fresh. Bij. Nou, het ziet er goed uit. Ja. Zullen we het gaan opdienen? Oké. Okay. Nou, ik kies ervoor om amuselepels te gebruiken. Maar dit kan natuurlijk ook weer leuk in een schaaltje. Of je zou het zelfs kunnen opdienen op een blaadje witlof. Nou, dit is een greep uit de gerechtjes die we hebben op de website. Ik zou hem nog één keer noemen. www.alsetenepenmoeilijkis.nl. Dit is zoals we het nu gemaakt hebben. De alternatieve bereidingen staan erbij. Alle ingrediënten staan erbij. De stapjes die jullie kunnen volgen om het zelf te maken. Ik denk dat er ons nog één ding rest en dat is het opeten. Ja, dus we gaan gewoon lekker doen. Even kijken hoe het smaakt. Lekker en heel makkelijk te maken. Dus ook al ben je geen keukenprins of prinses, dan is dit echt ook voor jullie goed te bereiden.